Verhoging van de tabaksaccijnzen is het resultaat dat veel meer mensen zich richten op de zwarte markt voor de aankoop van tabaksproducten. Dit heeft de voormalige douanechef August van Hammen gezegd. Tijdens een workshop van Link Marketing Solutions en de British American Tobacco. Volgens Van Hammen zien vele regeringen de verhoging van tabaksaccijnzen als een financiële bron en kan deze voor een belangrijk deel bijdragen aan de verhoging van de overheidsinkomsten. Marcel van C. van Link Marketing Solutions zei dat sigaretten wereldwijd de meest verhandelde producten zijn op de zwarte markt. Met als voordelen hoge winstmarges en gemakkelijke productie en distributie. Verder oogde lage strafmaat en boetes. De workshop was educatieve aard en gericht op de lokale politie. Zij werden geïnformeerd over de gevolgen van smokkel en illegale producten die van invloed zijn op de industrie en op de ontvangsten van de overheid. De basis voor de workshop is ontstaan als gevolg van de structurele smokkelproblematiek die gekoppeld is aan een transnationale aanvoerketen en de georganiseerde misdaad. De deelnemers vormden een dwarsdoorsnede van personen uit het politiekorps, met name de afdelingen kapitaaldelicten, fraude en economische delicten en mensenhandel, verdovende middelen, forensische opsporing en jeugdzaken. Verder waren er ook vertegenwoordigers van het distributiebedrijf Mitra NV en Link Marketing Solution. De workshop is in het Marriott Hotel gehouden.